In FunX Food kook ik met mensen uit de scene. Hun favoriete gerecht uit eigen keuken. Een reis van Suriname naar Turkije. Van Ghana naar Marokko. En dat allemaal in een keuken in Nederland. Deze boy, hij wipt werk en hij flipt werk. We wippen werk, flippen werk. We wippen werk, flippen werk. Maar de vraag is, hoe goed wipt hij een Turkse maaltijd voor mij? Prapap, Murda. Nasılsın? İyiyim kız, sen nasılsın? İyiyim, ben çikolata kız. Evet, sen çikolata kız. Ja, goed hè? It's true. It's true? Ja, yeah, it is true. Dankjewel. Heb je dat van mij geleerd? Nee, dit heb ik jaren geleden geleerd op de middelbare school. En over chocolade gesproken, wat zoet is, ik heb iets voor jou. Nou. Nou. Kom maar op, denkt hij dan. Juist. Keihard. Rice Krispie Treat. Hallo. Oké, want check deze. Ik ga naar de winkel om dat voor je te halen. Maar als ze hem soms niet hebben, maak ik het met gecondenseerde melk. Dit heb je zelf gemaakt? Dit heb ik zelf voor jou gemaakt. Dit is de bom. Dit at ik toen ik Chingmana was. Chingmana? Ja. Hoe oud? Gewoon toen ik op middelbare school zat. Dus van 8 tot 14, 15. Nee, tot nu eigenlijk. 32. 32. Ja. Dat gewoon door zonder eten. Ja, I still do this shit. Ik hou echt van eten. En het gaat niet zozeer om heel veel eten, ik hou gewoon van het cultuur of eating. In Turkije nemen we ons tijd. Wij zitten aan tafel soms 4, 5 uur lang. En dan staat alles aan tafel, kan je rustig eten, ga je babbelen, een beetje laten zakken, dooreten. Als wij kijken naar wat jij kan koken, kun je een beetje goed koken? Ik kan goed koken. En wat voor gerechten maak je dan? Ik kan een gekke pasta whippen. Gekke pasta. Whippen. Whip. Dankjewel voor dat bruggetje. Murda, wat ga je voor me koken? Ik ga een soort Turkse tortelline noemen, veel mensen. Het heet manti. Het is kleine stukjes gehakt in een soort deegzakje. Met yoghurt en tomatensaus. En in het yoghurt zit ook knoflook. Dit is mijn favoriete Turkse gerecht, altijd. Oké, check. De ingrediënten, die ga ik erbij pakken. Ik wil dat je ze eigenlijk gaat brengen met swag. Ja. Eigenlijk als een freestyler. Ik ben echt een slechte freestyler, maar ik ga mijn best doen voor je. Tomatensaus, paprikasaus. Wat doe je ouwaus? Dit is peper, zout, 32 jaar oud. Manti in je mouth. Ik bedoel je mouth. We are from the south. Dit is yoghurt van de noorden. Dadelijk op je borden. Yes, done. En cut. Nee, tof, tof. Wie kookt er bij jullie thuis? Mijn vriendin kan heel goed koken. Daar ben ik echt geblest mee. En af en toe als ik in de mood ben, dan kook ik. Maar voornamelijk mijn vriendin. Wat maakt ze dan waarvan je denkt? Zij heeft een paar Turkse gerechten geleerd van mijn moeder. En die heeft ze gewoon gemasterd. Dus zij kan gewoon Turkse gerechten maken. Ze kan zo'n lekkere dorade in de oven maken. Echt niet normaal. She got the magic. Als je zou moeten kiezen, je hebt me verteld over wat je vriendin maakt en je moeder maakt. Ja. Kies één van die koks. Mama's food. Mijn vader zou je zelf zeggen, die is hertrouwd. Die zal zelf zeggen, de eten van mijn ex-vrouw. Time to cook. Let's get it. Hoe zou je kookprogramma heten? Vette happen met Turk. Nou, vette happen met Turk. Breng het aan, wat heb je nodig? We hebben 2 pannen nodig. Eentje voor de manti zelf en daar moet water in. Vervolgens pak ik zo'n kleine pannetje. Ja. Daar doe ik vervolgens olijfolie in. Jij bent goed. Je legt het goed uit, man. Ik laat me inspireren door Gordon Ramsay. Roll! Roll! Shit! Vervolgens, ik heb een aantal van deze bad boys nodig. These motherfuckers. These motherfuckers. To whip it. Very handy. Oké, kijk, dus voor manti heb je 2 purees nodig. Je hebt tomatenpuree nodig en je hebt paprikapuree nodig. En dat zorgt voor een mooie smaakfusie voor je mond. Heerlijk. Ik zie je denken, ik zie je hersenpan gewoon kraken zo. Ondertussen mag deze weer wat hoger. Dit is net als pasta. Water moet koken, dan gooi je dat erin. Hier zit gehakt in? Ja, daar zit gehakt in. Heel bizar. Oh, weddenschap? Weddenschap. Oké. Doen, hè? Doen. Ja, lekker? Eet nou maar. Het is wel gewoon cool, toch? Ja, het is gewoon cool. En wat ben je nu aan het doen? Ik ben nu die saus aan het maken. Een beetje die tomaten en paprika puree. dat het lekker zacht en warm wordt. Kijk wat ik nu ga doen. Oké. That's it gewoon. Zag je wat ik deed? Zag je de hand movement? Mag ik proberen? Ja. Je moet gewoon zo. Look at the flickering wrist. Ho, 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 ho. Wat we vervolgens nog moeten doen. Talk to me. Yoghurt. Yoghurt. Oké, gaan we weer. Look at the flickering wrist. Moeten we nog meer? Ja, doe maar. Look at the flickering wrist. Juist. Ja. Oké, dit moet je dus vervolgens gewoon allemaal lekker whippen. Oké, water kookt, dus dat betekent dat de manten erin kan. Hoe lang moet de manten koken? Tot die lekker zacht is. Hé, maar je praat met me over muziek. Mijn album, We Doen Ons Best, is nog steeds op Spotify te beluisteren. Daar heb ik 3 singles van uitgebracht. Nee, 4 trouwens. Betere Man. Ik word er beter van. Ik word een beter man. Whip. We wippen werk, flippen werk. Niet zo. Nee, meisje, niet zo. En La 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 als laatste. Oh, wat die S gaat la 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 la. En Hef en ik gaan weer Bang Bros doen. Dus er komt een album van Hef en ik aan. Die kleine pockets gaan een beetje... worden wat wijder. Ja. Wat dikker, wat zo oud. Ja, dat krijg je ervan. Dat krijg je ervan. Ja, ik blijf wel af. Als je niet weet wat je doet. Mag ik ook eentje proeven? Ja, natuurlijk mag je er eentje proeven. En? Jawel, man. Nu hebben we deze bad boy nodig. Ga jij die vasthouden van me? Ja. Kijk, ik had deze al gepakt. Hè? Oh ja, die. Nog beter. Nog beter, ja, hè? Nog beter. Vervolgens ga je die even hierop leggen. Bam! Bam! Oké, ben je ready for the business? Ik ben ready for the business. Make it look sexy, hè? Jij wou een vrouwelijke board, hè? Een vrouwelijk board. Hoe vind je het eruit zien, nu? Ik vind het er mooi uitzien. Oké, pak je board. Pak mijn board. En mix dit. Hij heeft meer zout nodig. Timer op me, blijf daar. Want hij is zuurig nu, toch? Ja, vindt hij lekker. Zie je aan haar gezicht dat ze het niet lekker vindt. Hij is een beetje zuur, maar dat komt door de yoghurt. Jawel. Maar zout. Haal eens ook peper voor me. Run. Jezus. Look at the flickering wrist. Juist. Oh ja, en ik doe ook even... Wow. De eerste seconde en je weet al wat het is? Je maakt het wel super Turks right now. Dit nummer is, zeg maar, betekent veel van mij en mijn moeder. Is haar favoriete zangeres. Ja. Ook mijn eigenlijk, van Turkije. Ze schrijft ook heel veel voor andere artiesten. Tarkan heeft er veel voor geschreven. Groter dan haar kan je niet worden in Turkije. Nee. Echt een legend. I love her. Ik wil een liedje met haar. Ja? Ja. Oh, doen toch? Ja, dat zou wel master zijn. Maar je kan toch gewoon contact met haar opnemen? Zeker. Ja. Maar dan moet ik de juiste Turkse nummer klaar hebben liggen voor haar. Maar dat, ik bedoel, jij bent een music machine. Ja, dat het gaat ook zeker gebeuren. I just threw it out in the universe now. Juist. Dus... Go make it. Ja. Ceza Aksu. Aksu. Turkije, altijd nummer 1. Altijd. Vond je het lekker? Ik vind het net iets te zuurig. Maar je hebt het wel met liefde voor me gemaakt. Ja, nee, is helemaal top. Het is wel goed dat ik eerlijk ben, toch? Ja, zeker. Alsnog wil ik je bedanken dat je het hebt geprobeerd. Ja, tuurlijk. En ik eet mijn bord ook leeg. Yeah, yeah. Yeah, yeah, Lan. Yeah, yeah. Yeah, yeah, Shay. Yeah, yeah.